Gert Leers is onmenselijk. Kent u die uitdrukking? Gert Leers is onmenselijk. Ik moest daar aan denken toen ik vandaag in de krant las. Leers bezint zich op situatie Sahar. Dat stond vandaag in de krant. Hij dreigt niet alleen dit 14-jarige meisje Sahar het land uit te zetten, maar hij vindt ook het systeem belangrijker dan de mens. Het systeem belangrijker dan het leven. Gert Leers. Hoe kan, vraag ik mezelf af, en vraagt u zich misschien ook af, hoe kan een goed mens in een paar maanden een slecht mens worden? Ja, jullie zijn goede mensen daar. Hoe kan een goed mens in een paar maanden een slecht mens worden? Of zegt u van, ja, maar dominee Gremdaert, hij was al een slecht mens. Hij deed zich alleen maar voor als een goed mens. Ja, ja, ja. Waarom is iemand eigenlijk een slecht mens? Je bent een slecht mens, dames en heren kijkers, als je een 14-jarig meisje dat van Nederland houdt, dat in Nederland opgegroeid is, meer dan 10 jaar al hier in Nederland woont, fijn op school gaat, intelligent is, hier helemaal is opgegroeid, eigenlijk gewoon een Nederlands meisje is. Als je zo'n 14-jarig meisje het land uit wil sodemieteren en op transport zetten naar een voor haar vreemd land, Afghanistan, een soort middeleeuws land. En daar zal dit 14-jarige meisje natuurlijk getreiterd worden, uitgekotst worden en gemarteld worden. Daar kun je gif op innemen. Daar zal dit meisje geen leven meer krijgen. En je bent een slecht mens als je zegt dat een individu niet het systeem mag veranderen. Het individu mag niet het systeem veranderen, dat zegt Gert Leers. Slechte mensen, dames en heren, die hechten meer aan het systeem dan aan het individu. Voor slechte mensen is de uitzetmachine belangrijker dan het leven. Slechte mensen kennen het woord uitzondering niet. Slechte mensen hebben geen geweten. Slechte mensen doen wat een slechte partij graag wil. Gert Leers wil zich menselijker voordoen dan hij is en daarom wacht hij nu met uitzetten tot na de kerstdagen. Hij tilt het over de feestdagen heen, terwijl zijn besluit natuurlijk al vaststaat. Dames en heren, veel mensen, u kent ze misschien wel, die tillen een probleem over de feestdagen heen. Je wilt gaan scheiden bijvoorbeeld, je huwelijk is helemaal vastgelopen, maar je wacht met het tegen je partner te zeggen tot na de feestdagen. Want de feestdagen die moeten gezellig zijn, het zal toch gezellig zijn hier? Gert Leers gaat de angst bij Sahar nu opvoeren, want Gert Leers wil tijdens de feestdagen genieten van de angst van een 14-jarig meisje. Oh, die zal wel spanning hebben, die zal wel huilen, die zal... Oh, wat heerlijk, genieten. Hij geniet van de geestelijke marteling die hij aan het uitvoeren is. En hij hoopt als het meisje met een harde schop het land uitgetrapt wordt in januari, dat koning Geert Wilders tegen hem zegt, nou zeg jongen, hè, fijne Gert, wat ben jij toch een goede vaderlander. Wat fijn dat jij het systeem boven de mens, boven het leven plaatst. We moeten allemaal het systeem hoog houden. Het draait om het systeem. Dat Geert Wilders dat tegen Gert Leers zegt. Geert en Gert, ja, het is maar een heel klein verschil. Of zou de CDA-Leers, zou dat kunnen? Dames en heren, zit ik ineens aan te denken, zou het kunnen dat hij toch ineens tot inzicht komt en dat hij God om vergeving vraagt. O Heer, vergeef mij mijn dwalen. O Heer, vergeef mij mijn onmenselijk gedrag. O Heer, vergeef mij mijn geestelijk martelen. Dames en heren, laten we het in godsnaam blijven hopen dat hij tot inzicht komt. In godsnaam. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal. Wat een klootzak is het toch eigenlijk.